Minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, heeft gisteren twee overeenkomsten getekend met de OPEC Fund for International Development, OFID. Het betreft de financiering van $32 miljoen voor de energie- en gezondheidssector. Minister Hoefdraad zegt dat de OFID sinds 2012 Suriname ondersteunt met diverse projecten. Binnen de energiesector zal het geld besteed worden aan het project Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution System. Op het gebied van de gezondheidszorg zal er een bijdrage geleverd worden aan de rehabilitatie van het AZP. Met de hulp van de OFID wil de overheid op diverse gebieden verbetering brengen, zegt Hoefdraad. Je ziet dat de focus van de regering blijft op natuurlijk upgraden van de bestaande infrastructuur op alle gebieden. En natuurlijk de sociale vraagstukken zoals gezondheid, onderwijs en sociaal pakket zoals housing. Dat we dat ons eigen blijven maken. De relatie met OFID is heel goed, heel sterk, heel speciaal. Maar u kunt zich nog herinneren dat we wat hiccups hadden in de gezondheidsprojecten. We hadden de vrees dat het veel langer op hold zou komen. Maar ik moet zeggen dat deze organisatie alle begrip had getoond. We zijn een land in ontwikkeling, er worden fouten gemaakt, we hebben gehersteld en ze hebben nooit gezegd van ja god, we zijn klaar met jullie, want we kunnen hier niet tegenaan. Aldus Gilmore, hoofdraad. Abdulhamid Al-Khalifa, directeur-generaal van OFID, zegt dat de samenwerking met Suriname zeer vruchtbaar is. Hij hoopt dat met deze overeenkomsten enkele problemen verholpen zullen worden. As you know, there is many challenges in these two sectors, but I hope with these projects became a reality and with the implementation, many challenges will be disappearing. Dat was dus Abdulhamid Al-Khalifa, directeur-generaal van OFID. De overheid en de OFID zullen in de komende periode werken aan een driejarig ontwikkelingsplan.